Vanmorgen heeft de stichting SARI onder leiding van Krishna Bainald voor de 8e keer het jaarlijkse schoolpakkettenproject afgewerkt. De stichting geeft jaarlijks met medewerking van haar counterpart, het Maagdenhuis in Nederland, een x-aantal pakketten uit aan kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Kort na de overhandiging van de bonnen aan de clusterhoofden sprak de reports met de voorzitter en zij vertelde meer. Nou, het is namelijk zo dat we elk jaar vanuit Nederland het Maagdenhuis de financiële middelen krijgen door tussenkomst van mevrouw Marga van Gelderen. En ja, het is verschillend, hangt vanaf hoeveel wij ontvangen. Voor dit keer hebben we €2000 gehad en we kunnen dan 132 leerlingen blij maken. Hoe is de verdeling geweest? De verdeling, het is namelijk zo dat wij elk jaar vanuit inspectie de namen krijgen via de schoolhoofden. Want de leerkrachten op school die weten precies welke kinderen behoeftig zijn en wie het hoogst nodig heeft. We weten allemaal dat dat een druppel op een hete plaat is. Er zijn nog meer leerlingen die behoefte zouden hebben aan de ondersteuning. Hoe wordt daarop ingespeeld? Nou, we krijgen regelmatig ouders bij ons, niet alleen van de lagere scholen, ook van de middelbare scholen, ook voor de universiteit. Maar zoals u weet hebben we in Nikeri ook andere instanties die schoolkinderen helpen. En voor de lagere scholen hebben wij dus al jaren gekozen. Voor de MULO en de middelbare scholen weten we dat vanuit Stichting WIN en Stichting Vrienden van Nikeri, dat zij dus kinderen ondersteunen. Dus die afspraak is er en wij houden ons dan met de groep van de lagere scholen. U heeft dit nu gedaan. Moet de continuïteit is nog steeds gegarandeerd? Nou, we hopen van wel. Ja, zolang mevrouw Marga van Gelderen bij het Maagdenhuis is, denk ik wel dat het gegarandeerd is. En als zij, dus als dat daar het niet meer mogelijk is, dan gaan we ook uitkijken naar andere bronnen. Krishna Bainald, die zo goed als zeker is dat het project gecontinueerd zal worden in de komende jaren.